De maat is vol bij personeel van het streekziekenhuis Marwina. De mensen hebben de weg naar Albina gebarricadeerd met voertuigen, waaronder ambulances en bedden. Bondsvoorzitter Imro Edam zegt in een gesprek met de nieuwsdienst dat de mensen boos zijn omdat ze hun salaris over de afgelopen maand nog niet hebben ontvangen. Dit zou kwaad bloed hebben gezet bij de groep. De actie was bedoeld om een signaal te geven aan de beleidsmakers om zo gauw als mogelijk hun salaris in orde te maken. Vandaag is al 11 en de mensen hebben nog steeds geen salaris mogen ontvangen. Het is al geruime tijd dat elke maand men actie moet voeren. Het is meer regulier dan een toeval. De volksgezondheid is eigenlijk verantwoordelijk om ten aanzien wanneer het zou gaan over de salaris van de mensen. En ruim schuld voor, attendeer ik de minister, dat de mensen werk van zo maken dat de mensen op tijd hun salarissen mogen krijgen. Maar het komt maar gewoon niet van de grond en soms krijg je helemaal geen reactie. Edam zegt verder dat hij vandaag met de leiding van het ministerie van Volksgezondheid heeft gesproken over de kwestie. De vorige week had hij ook al contact gehad met de leiding. Die heeft toen aangegeven dat zaken op orde gesteld zouden worden. Dat de betalingen nog niet zijn verricht is volgens de vakbondsman een kwalijke zaak. Het is niet alleen iets van Volksgezondheid of van Marwina alleen. Letterlijk binnen de gezondheidszorg gaat het super slecht. Super slecht. Ik heb er echt geen woorden voor. De mensen die de verantwoordelijkheid moeten dragen, lijkt alsof ze niets weten wat ze moeten doen. Zowel de minister als de directeur van Volksgezondheid. In deze kan ik u al meegeven dat ik persoonlijk als bondsvoorzitter al jaren binnen de gezondheidszorg zit. Maar voor het eerst heb ik dit ermalen situatie meegemaakt, waar de beleidsmaker eigenlijk geen antwoord hebben en men communiceert slecht, men communiceert niet. Nee. En niet alles heeft gepaard met financiële zaken ook. Dat de overigens kunnen ze het misschien nog kunnen redden, die hebben tenminste bepaalde bestaansregel waar ze ook via de banken kunnen lenen. Maar die zaken heeft Marina niet. De bondsvoorzitter zegt dat er geïnvesteerd moet worden in het streekziekenhuis Marwina. Hij stelt dat het niet de eerste keer is dat er aan de bel wordt getrokken voor hetzelfde vraagstuk. Ook moeten de belanghebbende autoriteiten hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Dat het personeel zo gebelgd is en de weg heeft geblokkeerd, kan Edam begrijpen. De politie van Albina heeft de blokkade vanmiddag rond 12 uur ontruimd. Het geheel had een vreedzaam verloop.